Over de vakantie, pitsie, patsie, pansie, ditsie, datsie, demping, wij gaan naar de camping. Ja, jullie begrijpen al waarom Biotech zo vrolijk was. Hij mocht met Wiki, Riki en Loekie mee op vakantie met de caravan. Geweldig! Morgens vroeg reden ze weg. Met z'n vieren in het autootje en de caravan erachter. Zelfs de verkeersagent moest lachen toen hij ze vrolijk hoorde zingen. Wij gaan met vakantie, pitsie, patsie, fancy, ditsie, datsie, camping, wij gaan naar de camping. Wiki zat aan het stuur en ze reed erg voorzichtig. Gelukkig maar, want er was een dom jongetje dat zonder te kijken de weg overstak. Wiki kon nog net op tijd remmen. Grote griebels, dat scheelde niet veel. Sabadiosia, wat een suffert, riep Biotex. En ze reden weer verder. Zonder ongelukken kwamen ze op de camping aan. Wat een gezellige drukte. Wat een prachtige tenten. Ja, als er nog maar plaats is. Ja hoor, kijk maar. Daar vlak bij het water, daar is nog een mooi plekje. En zo begon Pitsie Patsie Pantsie Biotex vakantie. Wat genoot Biotex op de camping. Er waren een heleboel kinderen. En ze speelden allemaal even graag met Biotex. Op een nacht, toen iedereen rustig lag te slapen, werd Biotex wakker van een vreemd geluid. Zachtjes klom hij uit zijn bedje en keek door het kleine raampje naar buiten. De maan scheen helder en het was doodstil op de camping. Daar zag Biotex iets bewegen tussen twee tenten. Wat was dat nog toch? Kijk, daar was het weer. Het leek wel een hond. Biotex wreef zijn ogen uit. Superdiosia! Het is een leeuw! De leeuw van het circus! Loekie, Wiki en Riki werden wakker. En ze schrokken vreselijk toen ze hoorden wat er aan de hand was. Grote griebels, wat nu? Straks wordt er iemand opgegeten. Stilte, dames. We moeten de camping redden. Ik heb een plan. Jullie moeten precies doen wat ik zeg. Dan zal ik de leeuw vangen. Biotex keek uit het raam. De leeuw liep aan de andere kant van de camping. Goed zo. Nou gaan jullie met z'n drietjes heel zachtjes in de auto zitten en trekken tegelijk de deuren dicht. Maar dan hoort de leeuw ons. Dat moet juist. Ik blijf in de caravan en ik zal de leeuw naar binnen lokken. Als hij nou opgesloten zit in de caravan, rij je meteen naar de circustent in de stad, want daar hoort hij vast en zeker thuis. Loekie, Wiki en Riki waren wel bang, maar ze deden toch wat Biotex zei. Ze gingen in de auto zitten en deden vlug de deuren dicht. De leeuw hoorde het geluid en kwam tussen de tenten door aangeslopen. Biotex stond in de caravan achter de open deur en riep: kom maar, zoete leeuw, krijg je een vleesje? Roar, dacht de leeuw. Eindelijk wat eten. En vlug sprong hij in de caravan. En meteen gooide Biotex de deur dicht en bleef doodstil staan. Die domme leeuw was stom verbaasd. Hij keek in de caravan rond en zag niemand. Wie had hem dan toch geroepen? En hij kon er niet meer uit. Hij snuffelde dus aan een pakje Biotex dat op de grond stond, maar dat leek hem toch geen lekker hapje. Plotseling ging de caravan rijden. Loekie, Riki en Wiki brachten de leeuw snel terug naar de directeur van het circus. Wat was die blij! En Biotex was de held van de dag. In de camping werd een groot feest voor hem gegeven en er kwam een orkest en iedereen zong vrolijk mee. Wie is de held van de dag? Biotex. Biotex slaat een geweldige slag. Biotex, Biotex. Wij lagen rustig in bed. En wie heeft ons gered? Biotex, Biotex, onze Biotex.